Zuid-Afrika het dorpa, en hier is die dorpa nie meer. Dankie Zuid-Afrika, dankie! Ik weet een wijze man het eendag gesê, a house is a place where I live. But a home, it's a place where I've lived a long time. En een klomp mense leef al een rukkie hierso, in Western Area. Weet jy? Ek het gekies om een rukkie te vat en te kom staan hier, by een parkie, tussen huise, en jy kan hoor die geluid van muziek en vreugde. Het voel of ek, as ek hier bly, sal gaan stap met my hond. Nummer 1 dalk vir veiligheid. Maar ook, net omdat het so verwelkomend is en oop is. Die parkies om elke hoek en draai. Ja, jy mag dalk in 'n naal trap, maar is dit regtig so groot opoffering om ware vryheid te aanvaar. Wat is mooi? Wanneer is iets mooi? Denk jy? Is het een verjaardagkoek, een dooprok? Of is het as jy hier langs die pad staan, een van die ingange van een prachtige plek soos Western Area? Denk jy? Is dit mooi? Ja, dit is. Western Area was eerst bekend als Venter's Post. Maar hoe ging je dit sê as jy gesyp is? Western Area, één woord. Een plekje in die Western Area van Gauteng. Die myn ding hier is maar myn. As jy oppervlakkig kyk, maar gaan kyk meer, gaan kyk dieper. Gaan kyk op mensvlak. Wat gaan aan? Hier, in die stukkie pracht, wat Western Area is. Jy weet, die activiteit langs die pad, die is hoog. En het maak sin, want mense wil hier wees. Western Area, town of choice. Weet jy? En ek moet bieg, ek moet eerlijk wees, ek was deur die plek. As daar nie aan die dorpe was nie, was dit my choice. Om hier te bly. Maar ek is nie nou so gelukkig nie. Sal ek het aanraai? Natuurlik. Kom maak het draai, kom Western Area toe. Ontmoet die mense, praat met hulle. Jy sal nie spyt wees nie. Choose to make the right choice. Western Area. Ek kan sien hoe mense home van hierdie plek kan maak. Lekker advertensie.